Goedendag allemaal, ik ben Otto Omen. Ik geef vandaag een review over de Fitbit Search, hier op mijn pols. De Fitbit Search is een smartwatch, een activity tracker. Het houdt je hartslag bij, het aantal stappen dat je gelopen hebt, het aantal verdiepingen dat je gelopen hebt, het calorieverbruik en nog een aantal andere zaken. En daarbovenop, het is ook nog een mooie horloge die gezien mag worden. Design van de Fitbit. Dit is een zwarte. Er zijn meerdere kleuren verkrijgbaar. Het bandje is gemaakt van een siliconenmateriaal, elastisch. Is zeer comfortabel om te dragen. Aan de achterkant vind je de optische hartslagsensor. Deze meet je hartslag de hele dag, of je nu actief bent of niet. De Fitbit is voorzien van Bluetooth. Deze dient om data over te dragen naar je smartphone, naar de bijhorende app. De Bluetooth connectie dient ook om een telefoontje dat je op je smartphone krijgt door te geven aan je smartwatch, zodat je een notificatie krijgt. Je krijgt ook een notificatie van sms'jes en het sms'je kan je ook lezen op je smartwatch. Je kan geen telefoontjes opnemen met deze smartwatch en je kan ook geen sms'jes sturen met deze smartwatch. Kan ze alleen bekijken. Deze Fitbit is een activity tracker. Hij volgt je stappen op. Houdt je hartslag gedurende de hele dag voorbij. Ik heb hem nu niet rond mijn arm, daarom is er geen hartslag. Geeft een berekend aantal kilometers van je stappen. Geeft ook het calorieverbruik weer. En geeft ook het aantal verdiepingen dat je die dag gemaakt hebt. En natuurlijk, hij geeft ook het uur aan. Deze Fitbit heeft ook een GPS aan boord. Het is een GPS sportwatch, voornamelijk om te lopen, maar ook om een hele reeks andere activiteiten te doen. Je activeert hier. Hij staat op lopen. Je klikt erop en je hebt de mogelijkheid voor een free run en GPS tracking. Je hebt een treadmill run voor binnenshuis. En je hebt ook de mogelijkheid voor lab run die je kan instellen via je app. De reden waarom ik voor Fitbit heb gekozen, voor de Fitbit Search, is hij doet niet alleen loopactiviteiten registreren, maar kan ook andere sportactiviteiten registreren. Je hebt exercises, je hebt erop te tappen, je kan met gewichten aan de slag gaan. Je kan op de cross trainer gaan, de elliptical. Je kan gaan fietsen en dan kan je ook GPS tracking doen. Je kan gaan wandelen, ook met GPS tracking. Je kan gaan spinnen. Je kan gaan hiken, ook met GPS tracking. Je kan op circuit training gaan en dan kom je weer bij gewichten. Zo kan je er 7 op de Fitbit configureren. Zoals ik al zei, kunnen er maximaal 7 activiteiten op de Fitbit Search geconfigureerd worden via de app. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals yoga, stairclimber, bootcamp, tennis, golf enzovoort. De Fitbit Search is natuurlijk ook een horloge. Je hebt hier de flare uitzicht, maar je kan ook via de app Orbit, digital of analoog instellen. Je kan met de app kan je ook verschillende alarmen instellen. Die je niet met geluid alarmeren, maar wel met een hevig trilgevoel op je arm, zodat jij alleen wakker wordt en niet je bedgenoot. De Fitbit houdt ook bij hoe lang en hoe goed je geslapen hebt. Het aantal keer dat je wakker was, het aantal onrustige keren en de tijd dat je werkelijk hebt geslapen. Dit kan je. Ik heb deze Fitbit Search nu 2 maanden in mijn bezit, sinds oktober 2015. Ik ben er een echte fan van geworden. Er zijn reeds een aantal updates geweest voor de watch als voor de app. In positieve zin, ik heb urenlang videofilmpjes bekeken van andere merken. Maar voor de prijskategorie van €250 voldoet de Fitbit Search meer dan voldoende. Ik hoop dat u er iets aan gehad hebt van deze review van de Fitbit Search. Zo ja, op het einde van dit filmpje kan u zich abonneren. En geef ook een thumbs up voor dit filmpje.